Hoi, ik ben Heske. Ik ben de directeur van Solidariteit Europa. Het zou heel goed kunnen dat jij vanochtend, toen je op weg was naar je werk, ergens een kop koffie hebt gekocht. Bij Starbucks bijvoorbeeld, of bij de koffiecompany. Het zou ook heel goed kunnen dat jij voor dat kopje koffie zo'n €4 hebt betaald. Inclusief papier en bezigheid. Dat is eigenlijk best wel veel geld. En het is eigenlijk nog meer geld als je beseft dat de koffieboer maar een paar cent daarvan krijgt. Koffieboer, die uiteindelijk wel het hele jaar lang de koffieplant heeft verzorgd, de koffiebonen heeft geoogst en de koffiebonen heeft verkocht. Tegen dus een eigenlijk veel te lage prijs. Want hij kan zijn gezin niet onderhouden van het geld dat hij verdient met de verkoop van de koffiebonen. Als jij ook denkt dat het niet eerlijk is en dat het ook niet duurzaam is, want straks zijn er helemaal geen koffieboeren meer die onze koffie willen verbouwen, dan denk ik dat wij samen moeten zorgen dat er heel snel wat gebeurt.